Ik wil een triple. Ja, okay, ik wil jij triple. Wel. Ja. Prima. Maar ik wil graag de practice what you preach. Ja, dankjewel. Proost. Ik heb een opdracht voor je, Soebe. Want ik moet even de sportquiz van het Noorden pluggen. 1 juni, dan is de sportquiz van het Noorden in Emmen. Hartstikke leuk. Ik het is echt heel leuk. De tweevoudig winnaar, Soebe. Ja. Snelste eigen doelpunt ooit. Arnold Kruiswijk natuurlijk, in de Eredivisie. Tegen welke club? Was dat ook tegen Vitesse? Nee, maar als je dit niet goed hebt... Ja, tegen Heerenveen. Nee, je mag nog 15 keer gokken. Sparta. Heracles. Ja, Heracles. Goed. In één keer goed. Ja, geweldig. Je krijgt een cadeautje, yes. Soebe. Dit heb ik ook aan mijn vriendin gegeven ooit. En hier was ze niet blij mee, dus ze is ook heel blij dat ik het nu weer weg kan geven. Sorry. Hooibaal. Hier ben ik ook minder blij mee dan ook. Zij dacht toen ik het gaf, dacht ze dat dit de verpakking was. Dus ze begon dit al kapot te maken. Want ze dacht dat hierin een cadeau zat nog. Kan ik me iets bij voorstellen? Johan Derksen, ik heb even keihard gefactcheckt wat hij allemaal zegt. Nogal kritisch over Ajax. En daar had de Dagblad van Noorden ook een stukje over. Ik weiger mee te lopen in de Polonaise. Precies. Keihard gefactcheckt. Ja. Wie zien we hier? We zien hier Johan Derksen in een Polonaise. Hij lijkt er nog niet eens, dat hij vindt het leukste ooit. Achtervals Bauer, ja. Goed gefactcheckt. Nou, dit wou ik dus even factchecken. Johan Derksen die kletst als een dorpspastoor uit zijn nek. Ja. Zoals hij dat zelf zou zeggen. Ja. Heel mooi gedaan. Ja. De KNVB-beker. Ja. Die is dus vandaag, zondag. Ja. Of wanneer men dit ook kijkt. Als je een maandagkijker bent, voel je absoluut niet bezwaard. Heeft Ajax de beker gewonnen? Ja, want dat durven we wel te zeggen. Willem II, die kunnen er natuurlijk niks van. Nee. 3-0 is dat geworden. Maar, Ziyech was slecht, hè, trouwens, in de bekerfinale. Ziyech was slecht, die kan er niks van. Nee. En wij zijn natuurlijk ook fan van een club. Ik van FC Groningen. En ik van Sportclub Heerenveen. En laten die nou allebei ooit een beker hebben gewonnen hebben. Ja, want Heerenveen heeft in... Drie finales. Eén keer gewonnen. En één keer gewonnen. Slecht eigenlijk. Groningen heeft een 100% die hebben PSV ooit verloren. Ja, je kent je eigen club ook helemaal. Die werd verschrikkelijk. Jawel, dat was in 1983 of zo. Nee, volgens mij 1990 was het in PSV. Nee, sowieso 87. Nou, factcheck dit ook maar meteen even, Jan. Want dit is echt... Dit is sowieso na... Nee, het is niet 89 of 90, denk ik. Volgens mij is het... Niet 90. Doe maar gewoon, je moet... 89. Ja. Zie je? Niet 90. Ik heb gewoon gelijk. Maar als het gaat om welke club zeg maar, de beker weer nieuw leven heeft geblazen... Met de supporters. Dan is het natuurlijk Heerenveen. Ik ben zo groot om te zeggen dat mooi. Waar is. Dan ben ik ook zo groot om te zeggen dat Albert Rusnak 2 waardeloze goals maakte. Dat zijn geen mooie doelpunten. Nee, maar die doelpunten en zo, dat geloof ik ook wel. Het gaat mij om hoe dat gevierd werd. Mm-hmm. Hans Nijland, en dit filmpje had ik nog nooit... Oh. Ga je zien, die speech in Barplayers. Ah, tuurlijk. Ja, dat wordt weer een waardeloze speech moet dat worden waarschijnlijk. Jullie zijn nu live getuigen van de loting van de Europa Cup. Kunnen we zo met de loting van de Europa Cup doen, hè? In de pool met FC Groningen. Jij ook. Manchester United. Manchester United. AC Milan. Wat denk je dat hij als club nummer 4 kiest? Zal ik hem even pauze, maar even nadenken? Ja. Atletico Madrid ga ik voor. Bayer Leverkusen. Waarom Bayer Leverkusen? Geen idee. Het is een uitstekende pool trouwens. Ja, maar, een hele mooie pool. Heerenveen heeft natuurlijk 3 bekerfinales gespeeld. Ja, 3. Ik weet bijvoorbeeld de jaartallen ook nog, weet je wel. Ja. 93 tegen Ajax, 97 tegen Rode JC, beide verloren. Van Twente gewonnen in 2009. Ja. In 97 ging ik voor het eerst mee, was ik 11 en dan zat ik 8 in de bus. He, die ging vanaf het sportpark van onze sportclub daar naartoe. Iedereen, weet je wel, de vaders allemaal bier drinken en andere mensen van het eerste elftal. Maar en dat was hartstikke mooi, dan had je die finale. En wat het leuke was toen, je hebt het Fries volkslied, vind je natuurlijk verschrikkelijk, Fries volkslied. Maar er werd dus ook het Limburgs volkslied gezongen. En vroeger werd dat geleerd op school, dus had je allemaal bejaarden om ons heen die dan... Friese bejaarden die dat ook meezong, het Limburgs volkslied. Het Limburgs volkslied werd geleerd? Ja. Heel mooi volkslied is dat ook trouwens. In 2009 wonnen we. En toen was het leuke dat ik daarna nog in de stad het bier ging drinken met Gerald Chibon. In de stad, dan hebben we het over? Heerenveen, in het dorp. Jezus. Ja, in een van die 3 kroegen die er waren. Ja. Maar het leukste is het eigenlijk 1993. En daar baal ik van dat ik niet bij ben geweest. Dat is de dag eigenlijk dat het bekervoetbal in één keer weer groots werd. Hè, vanwege de...
de grote invasie vanuit Friesland. En daar gaan we even naar kijken. Nou, wat een leuke inleiding. Deze rechtop. Ja, en dan hier. Rodion Kamataru scoort in de 90ste minuut de 5-2 of de 6-2, ja. Weet ik veel. Maar moet kijken hoe ontzettend blij die is. Dat vind ik mooi, hè? Dus ja. Je weet al, dit ga je totaal verliezen. Maar ook zijn teamgenoten allemaal juichen. En... Maar er werden al shirtjes gewisseld. Tijdens die wedstrijd. Tijdens de wedstrijd, dat alleen maar dan had Ajax misschien. Ja, precies. Dan had wel gewonnen. Nee, maar na de wedstrijd werd dat gewisseld. En dus de beker wordt ook in ontvangst genomen in een Heerenveen-shirt. Prachtig, toch? Ja, eigenlijk heeft Heerenveen dus gewoon twee keer de beker gewonnen. Ja. Ja. Als je dit fact-checkt en je ziet deze beelden. Dus toen werd ik supporter van Heerenveen. En dat is natuurlijk een veel mooiere club dan de club die het nu is. De sfeer was oprecht leuker de terugreis Heerenveen-Roda. Dan de terugreis na de wedstrijd tegen Twente. Die eigenlijk wat een weergeloze wedstrijd was. Een spannende ontknoping. Gewonnen. Was weer leuk toen we in de stad, in de grote stad waren. Ja, bij Bak, Café Bak heet het. Ik was bij Café Bak, maar ik ben uiteindelijk naar de Blauwe Kater gegaan. Daar stond Sibon lekker. Oh ja, Sibon, dat zijn tv-opnames ooit. Of niet? Nee. Ik heb met hem een raadseltje gedaan. En als hij een quizvraagjes en zo gedaan met hem. Was dat allemaal quizvraagjes? Hij wist zelf ook hele leuke quizvraagjes. Ja. Nou, misschien kan hij meedoen aan de sportquiz van het Noorden. Dat is bij me de buurt, hij komt uit Dalen. Ja, ah. Inderdaad. Gerald Sibon, www.dvm.nl/sportquiz. 1 juni, 4:30 in het stadion van FC Emmen. Tot dan. Nou, ja. Mooi, plug ik gewoon lekker de hele tijd tussendoor. Bedankt, Sibon, voor het voorzetje. Ja, zeker. Ja.